Maar we moeten het ook over Heimans hebben, Heijmans, ja. de bouwer. En die heeft een hele grote overname gedaan van 300 miljoen. En daar weet de, jij weer wederom alles van. Je maakt ook niet vaak mee <laughs> dat, dat een bedrijf iets overneemt wat, wat meer waard is dan zijzelf. Kijk, nu ben ik een beetje sceptisch. Ja, ja, ik, ik, ja, ik, ik ben sceptisch. 200 man personeel uh, en volgens mij uh, Heimans 5000 ja. of zo personeel. Puur kijken naar wat ze kopen en wat ze betalen en waar je dan zelf handelt. Ja, als we het hebben over kapitaalallocatie... Uh, ja, je had ook eigen aandelen kunnen kopen. Ja, je, je had de ook de eigen de aandelen de in de kunnen de kopen, de kopen. Die waren reis. misschien wel... Die staat, je staat, ja. als, je, als je er high over naar kijkt, dan denk je van ja... Als je naar kapitaalallocaties kijkt, ja, dan had je ook wat meer geld kunnen gebruiken om je eigen aandelen in te kopen. Ja. Als ik het zie, dan denk ik de verkoper heeft een fantastische deal gedaan. Ja.